Afgelopen weekend staken vrijwilligers op verschillende plaatsen in de regio de handen uit de mouwen in het kader van NL Doet. Dat is de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Waar andere vrijwilligers in Ewijk een zwembad opknapten, ging het Nijmeegse College van Burgemeester en Wethouders onkruid wieden op de begraafplaats aan de Dorpstraat in Neerbos-Oost. Hiermee hielpen zij met het voorbereiden van het kerkhof voor een opknapbeurt, die gepland staat voor het komend voorjaar. Lisa Westerveld van GroenLinks en Maarten Groothuizen van D66 gingen schoffelen in de natuurtuin op de Goffert. En in Groesbeek vond de ontfermbermdag plaats, waarbij het afval uit de bermen verwijderd werd. Stadspartij DNF verzorgde bij Valburg een maaltijd voor ambulancepersoneel en mensen van voedselbanken.